Evers, staat op. Ja, een pornofilm opgenomen in Walibi. In de wachtrij is er seks geweest. Een dreuzenrad in een of andere watersplash-achtig ding is er seks geweest. En het is allemaal gefilmd. Ja, er zit iemand achter, hebben wij ons laten vertellen. En dat is natuurlijk toch wel de sekskoningin van Nederland. Maar ze zit er meestal voor, in dit geval niet achter. Of erop, dat kan ook. Aan de telefoon is Kim Holland. Goedemorgen, Kim. Ja, goedemorgen, jongen. ik hoor nu pas het geluid ervan, jeetje. Had je het geluid nog niet gehoord dan? Nee joh, ik heb zelfs de film nog niet gezien. Maar dat wil niks zeggen, want de anderen natuurlijk wel. Dus, maar Kim, zeg eens, vertel eens. Jij zit onze koker van Meiden van Holland. Jij zit hier achter, hè? Achter die pornofilm in Walibi. Ja, nou ja, in zoverre ja. In zoverre ja? Ja. Vertel eens eventjes wat het idee was om een pornofilm op te nemen in Walibi. Nou, het idee is niet per se een pornofilm op te nemen in Walibi. Want voor de duidelijkheid, we zijn wel geschrokken wat de reacties zijn. En dan heb ik het ook over de overweldigende reacties van dat de hele website eruit ligt. Maar vooral dat het natuurlijk zo opgepakt is. En dat de naam ook wordt genoemd. Hè. Het is niet meer een pretpark, maar het is het is duidelijk welk pretpark het is. Wat was onze bedoeling? Ja, ja. Wij hebben een hey, je hoort hem al in zijn stem. We hebben een gekke Petertje. En dat is een nieuw concept met waaghalzerij. Van uitdagen van wat durf jij? En dat is een nieuw genre wat wij eigenlijk in de markt willen zetten. Maar ja, dit is eigenlijk alweer grensoverschrijdend geweest. Dus we hebben gelijk gezegd, ik heb gisteren met Meiden van Holland de redactie gesproken. En die zei ook gelijk, ja, we gooien het er vanaf. Hij is al niet meer te bereiken, de website, maar sowieso... Jij hebt het filmpje eraf gehaald, Kim. Ja, we hebben het afgehaald. En onze excuses, en hij zal ook niet meer gebruikt worden. Zodat het richting het pretpark zelf en... Dat het eraf is. Maar dat begrijp ik niet helemaal. Want dan wil je een lolletje. Ja, je wil een lolletje. Je wil een beetje sensatie. Je hebt een gekkie en die stuur je daarop af. Dus eigenlijk heb je precies bereikt wat je wil. En dan ga je hem er nu afhalen. Ja, maar dat is uit respect. Hè? Ik bedoel, ik zeg niet dat we geen gekke Petertje content hebben. Want er is al veel meer gemaakt. En ja, ik kan je zeggen, het is een soort Jackass van de seks. Dus we kunnen echt nog wel veel meer verwachten. Maar ja, dit begrijp ik heel goed natuurlijk. We zijn hiermee gewoon de grens te ver gegaan. En waar, dat is vooral ook omdat het een pretpark betreft. Waar heb je dan in vergist, Kim? Wat wist je dan vooraf niet wat je dan nu wel weet? Nou kijk, als het iets is waar wordt gewoon gezegd van... Hè, er zijn natuurlijk zoveel op gekke plekken seks. Dat is ook een beetje ons handelsmerk. Het gaat er nu alleen om. Hè. We hebben natuurlijk duidelijk te horen gekregen via de krant. Hè, hoe Walibi daar zelf mee zit. En dan denk ik dat het gewoon erg belangrijk is. Dat hebben we ook gelijk gezegd. Van, maar dat kon je toch weten van tevoren, Kim? We konden het weten. Ik zeg ook niet dat we het niet konden weten, maar we hebben wel gelijk gezegd, oké, we halen het er gelijk af. Dan kan er in ieder geval verder niks meer gebeuren. En heeft Walibi daar nu op gereageerd dat jij het eraf hebt gehaald? Hebben zij nu gezegd, we zullen toch geen juridische stappen ondernemen? Nou, dat weet ik niet. Wij hebben natuurlijk nog helemaal geen contact gehad met het pretpark. Helemaal niet. Nee, het is altijd zo. En dat zo werkt je denk ik altijd. Als er iets is, dan ga je gewoon zeggen van oké, hoe gaan we hiermee om? En dat is vanuit respect. En is het in het genre niet zo? Moet je dit genre wel willen maken? Want het is zo, kijk, ik kan me voorstellen, nu is het een pretpark, de volgende keer is het een braderie of weet ik wat. Maar wat er volgens mij gewoon vervelend aan is dat er mensen die daar helemaal geen zin in hebben, daarmee geconfronteerd kunnen worden. Weet je wel, als jij daar met je kinderen loopt, dat daar een gekke Petertje met zijn zwans uit zijn broek loopt en dat je daar, dat hoef ik toch niet te zien dan? Daar heb ik helemaal geen zin. Dat is volgens mij wat er vervelend aan is.
Ja, nee, dat snap ik. Dus dat is hetgene ook waar we het nu gelijk over gaan hebben. Kijk, het is natuurlijk zo. Mensen zeggen altijd, is er iets nieuws? En het is natuurlijk wel zo dat sommige dingen die er niet zijn, is natuurlijk wel de fantasie van mensen. Hè, van wat zou er gebeuren als? En wij zijn eigenlijk gedacht van, nou, oké, het is gewoon wel iemand die dat avontuur aangaat. Ja, en een Jackass zal ook niet iedereen kunnen waarderen. Maar het gaat natuurlijk over die grensoverschrijding richting richting het park zelf. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, het siertje wel, Kim. Ik bedoel, ik hou wel van een geintje en ik hou wel van een stuntje. Maar als je dan toch erachter komt dat je slachtoffers hebt gemaakt, dan moet je ook gewoon je keutel intrekken, toch? Dan moet je gewoon... Dat vind ik ook. Ja, nou, dat heb je netjes gedaan. Dus dat is eigenlijk ook de bedoeling. En houden zij... Blijft het Walibi Holland heet of wordt het Walibi Kim Holland vanaf nu? Nou, ik denk dat ze de naam Holland er nu even gelijk afhalen. En er wordt hier ook nog gevraagd of het... maar het blijft wel... Ja? Of het Walibi seksueel was. Nou, ik weet één ding, en dat is dan in ieder geval heel positief. Ja. Dat zij een bedrijf zijn die wel altijd zorgt voor veilige seks, want ze hebben zelfs condooms uitgevonden. Kim, leuk dat je even wilde reageren. Oké, graag gedaan. Fijne ochtend nog. Oké, dank je. 538 Evers, staat op.